Want wat wij gisteren hebben gemeld als voorlopig is dus op dit moment vrijdagochtend om 10 uur is definitief. Ik heb zo even alle stukken gecontroleerd waar het gaat over de opkomst, waar het gaat over de voorkeurstemmen, het aantal zetels dat de partijen hebben gekregen, het aantal restzetels dat is verdeeld. En dat betekent dat ik nu het, zoals dat heet, procesverbaal in mijn handen heb. En ik zo meteen heel graag hier de handtekening onder zet en daarmee de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena graag afsluit. Met de ondertekening van het procesverbaal is officieel een einde gekomen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. De huidige gemeenteraden en de colleges blijven tot de beëdiging van de nieuwe raad aan en bevoegd om besluiten te nemen. De komende periode zal onder aanvoering van het CDA, de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad, worden onderhandeld over de samenstelling van de coalitie. Yves de Boer legt als voorzitter van het Hoofd- en Centraal Stembureau uit hoe dit proces eruit zal zien. Aan de bestuurlijke kant betekent dat we ons nu gaan voorbereiden op het afscheid van de gemeente Werkendam, onze raadsleden en onze samenleving als gemeente. Aan de politieke kant gaat er ook heel veel gebeuren, want wat ik niet regel, maar dat is iets aan de politiek en samen met de griffier, zeg maar de secretaris van de gemeenteraad. Die gaan nu met de grootste partij, is dan meestal de gewoonte, in dit geval het CDA, gaan zich nu beraden hoe dat de politieke partijen met elkaar in gesprek gaan komen om een coalitie te vormen. Hoe gaan ze dat doen, op welke manier? Dat is allemaal aan de politiek, de burgemeester heeft daar geen rol bij. Dan lopen we zo in die onderhandelingen die allemaal gaan plaatsvinden, openbaar of besloten, dat bepalen zij. En dan wordt het de jaarwisseling. 2 januari komt de nieuwe gemeenteraad. De 31 leden die net door de samenleving zijn gekozen, komen bij elkaar. Die worden officieel beëdigd door het afleggen van de eed of de gelofte. Door dat met de waarnemend burgemeester. En dan is die eerste raadszitting een feestelijke. En ik geloof dat dan de week daarop, dan is het echt de officiële raadszitting. En dan worden allerlei documenten die nodig zijn voor de nieuwe gemeente Altena, worden door de raad besloten en ondertekend. Dan heeft op die manier ook de gemeente de mogelijkheid om paspoorten uit te reiken, rijbewijzen te verstrekken en dat soort zaken meer. Dan is het ook allemaal rechtsgeldig. En nog een oproep. Blijf betrokken bij het bestuur. Blijf ze aanspreken, want ze zijn er voor u. U heeft ze immers gekozen.